Hoi allemaal en welkom bij weer een zwangerschapsupdate. En dit keer ben ik 13 weken. De laatste keer was volgens mij 11, maar ik raak het ook een beetje de tel kwijt. En ik ben natuurlijk nu nog niet bij, want gisteren is mijn eerste filmpje online gekomen. En ik ben natuurlijk nu alweer een stuk verder. Dus dat is wel echt ja, heel leuk en jullie reacties zijn zo lief en ik was helemaal... En het was nog even misgegaan 's ochtends, want ik had al, ik heb het met kerst, dat was maandag en dinsdag, heb ik het aan mijn familie verteld. En aan Sven's familie heb ik het verteld. En toen, we duiken er meteen in trouwens, hè, dat zijn jullie inmiddels wel gewend. En toen hebben we het aan de familie verteld. En toen woensdag zijn we 's ochtends met Niels naar de bioscoop geweest en ik dacht van dan... Ik had bedacht van woensdag ga ik zeg maar de vriendinnetjes laten weten die het nog niet weten. En mijn andere oom en mijn nichtje. En nou goed, allemaal dat soort dingen. Maar wij gingen naar de film en alles prima en wel. En ik ben natuurlijk een soort van verstrooide professor. Dus we zitten in die film en ik dacht, oh, ik moet het wel even posten dat dat filmpje vandaag online is gekomen. Dus ik op Instagram een foto, dingetje en al meteen superleuke reacties. Dacht ik ineens, no, ik heb natuurlijk nog helemaal niet mijn vriendinnetjes. En mijn familie, zeg maar, die ik nog niet had gesproken. En totaal paniek. Dus, als er offline gaat, tenminste het filmpje niet. Want ik dacht, nou goed, what are the chances dat ze dat echt al de dag na kerst meteen zo 's ochtends kijken. Dus ik dacht, nou die gok durf ik wel te nemen. Maar Instagram, dus nou, totaal paniek. Dus ik eruit had ik meteen vriendinnetjes gebeld. En die hadden het gelukkig allemaal nog niet gezien. Toen dacht ik, nou ja, mijn oom en mijn nichtje, dat komt als ik thuis ben. Want dit was dus allemaal in de bioscoop. Ja, niet in de film natuurlijk, maar... Toen kwam ik thuis en toen belde mijn oom. En die zei, oh, dan hoorde het. Toen dacht ik, oh nee, mijn nichtje had natuurlijk superleuk dat ze mijn filmpjes kijken. Maar die had het dus al wel gezien. Toen dacht ik, oh nee, want ik wilde jullie zo graag zelf vertellen voordat jullie het van het wereldwijde web wisten. Maar goed, nu weet iedereen het. En daarna heb ik de foto ook weer online gezet. En ik had dat artikel ergens opgeslagen. Of dat, zeg maar, die post ergens opgeslagen. Maar ik kon het echt niet meer terugvinden. Dus ik dacht, nou, ik zet gewoon een nieuwe neer. Maar echt zo ontzettend veel leuke en lieve reacties. En ook heel veel die ook mijn eerste zwangerschapsfilmpjes hebben gekeken. En die nu zelf ook bijvoorbeeld zwanger zijn van de tweede. Of de filmpjes al een keer gezien. En nu ook zwanger zijn. En dus allebei gaan volgen. En zo super, super leuk. Dus ja, helemaal... En ik moet zelf mijn filmpjes... ik heb tot week 11 geloof ik gekeken, of zo 10, 11. Dus ik moet zelf ook nog mijn nieuwste filmpjes kijken. Maar ja, nu al zin in. Heel leuk. Wat is er gebeurd de afgelopen tijd? Het belangrijkste is dat wij gisteren de uitslag kregen van een NIPT-test. Vroeger had je de combinatietest, die heb je nog steeds... maar de NIPT is veel betrouwbaarder en volgens mij ook gewoon veel eenvoudiger en geloof een paar euro duurder. Dus we hebben de NIPT gedaan en we kregen gisteren de uitslag en gelukkig is alles goed. Dus de belangrijkste trisomieën zijn uitgesloten en dat is super fijn nieuws. Dus daar zijn we echt helemaal blij mee. En ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En natuurlijk dat we het aan iedereen hebben verteld en dat de reacties echt heel leuk waren. En ja, dat ik had een kerstjurkje aan, gewoon een strak kerstjurkje, maar ik had daar overheen echt een mega grote trui gedaan. Mensen dachten al, waarom is je nou zo warm aangekleed voor de gelegenheid? En ik dacht ook, ik heb het echt bloody heet. Ik heb even heel erg jeuk. Oh. Ik dacht ook, ik heb het echt bloody heet. Wanneer kan ik dit ding uitdoen? En we hadden, we zaten op kerstavond, dachten we eens, hoe gaan we dit eigenlijk zeg maar leuk aan iedereen vertellen? Hadden we nog niet echt over nagedacht. En toen zat ik een beetje op Instagram te kijken. Oh, de zon breekt ineens door. Zat ik op Instagram te kijken en nou, heel veel dingen waren überhaupt niet meer mogelijk. Maar toen dacht ik eens, oh ja, ik kan natuurlijk gewoon een oud rompertje van Niels, kan ik gewoon met watervaste stift wat opschrijven. Dus we hebben daar Big Brother opgeschreven en met een pijltje en een hartje en een dingetje. En nou, dan kon hij dus zijn shirt omhoog trekken op het Moment Supreme. Dus dat was heel schattig. Ja, had natuurlijk zelf geen idee wat erop stond, maar het was wel heel leuk. En ja, dus it's out. En dan vertel ik het na de vakantie op mijn werk. Ik wilde natuurlijk eerst de familie vertellen. Dus nu kan ik gewoon normaal kleren aandoen zonder dat ik echt hoef op te letten dat het een soort tenten zijn. Dus dat is heel fijn. Ik voel me verder elke dag een stukje beter. Ik ben wel weer een beetje verkouden, maar ja goed, dat is een ongoing process. Maar op zich, de moeheid gaat beter. Ik heb het toch wel met vlagen dat ik ineens denk, oh, ik kan niet meer.
Wat ik wel de laatste paar dagen, misschien een week of zo, heb, is een beetje pijn, zeg maar, aan de linkerkant. Ja, of het nou mijn heup is of mijn bekken, of ik weet het niet. Dat en vooral 's ochtends. Dus dat merk ik wel. En mijn onderrug, maar vooral aan de linkerkant. Dus wat dat dan weer is, ik weet het niet. En ja, ik ben gewoon echt een ongelooflijk verstrooide professor. Ik snap dingen niet. Het is heel bijzonder. Ik wijd het maar aan de hormonen. Maar Sven zegt dan, je kan niet alles op hormonen gooien. Ik ben echt een soort verstrooide professor. Ik moet echt heel goed nadenken. Soms, wat ging ik ook weer doen? Wat ging ik ook weer pakken? En nog zo'n mooi voorbeeld waren. Gisteren was ik even met Sven, liep ik in de stad. En Niels is nu uit logeren. Dus ik had bedacht van, dan ga ik lekker bruisballen bij Lush kopen. En dan ga ik gewoon lekker s'avonds ook lekker in bad zitten. En gewoon een beetje goed voor mezelf zorgen nu. Dat is even belangrijk. En Sven is er ook niet. Dus ik bij de Lush en ik dacht, ik kijk wel een beetje in. Dat was een hele enorm ding met aanbiedingen. En ja, ik denk altijd zo'n bruisballen, je gooit het in je bad en dan is het weer klaar, zeg maar. Dus ik dacht, een aanbieding is prima. Maar ik ruik natuurlijk alles super sterk nu. Dus ik vond eigenlijk ongeveer niks lekker. Terwijl ik op een gegeven moment dacht, deze is wel lekker. Had ik ingegaan en in mijn beleving was het een roze. Maar dat is dus niet zo. Dus ik had op een gegeven moment nog eentje, deze is ook wel lekker. En we komen bij de kassa en ze heten allebei iets van Thunderstorm of zoiets. En ze zeiden, heb je twee dezelfde balgen? Nee, ik heb een roze en een blauwe. Maar ja, misschien omdat de aanbiedingen zijn dat hetzelfde naam is of zo, weet ik veel. Of heb ik wel twee dezelfde ballen? Toen kwam ik thuis, toen keek ik, dacht ik, ik heb gewoon oprecht twee dezelfde ballen gekocht en het niet doorgehad. We waren denk ik 5 minuten in de lus. Welcome to my life, dat is dus een beetje. Ik zal net nog iets denken van, mijn huid. Mijn huid blijft wel een beetje onrustig, vooral zeg maar deze zone. Het gaat wel steeds beter, maar het gaat nog steeds wel een beetje zo. Ik kan me dat ook niet zo herinneren van Niels, dat ik dat echt heel erg had. Maar dan zou ik even naar mijn filmpjes terug moeten kijken, maar volgens mij niet zo. En verder gaat het gewoon elke dag wel een stukje beter. We zijn gewoon super blij met die nipt. En we gaan volgende week al kijken of we het geslacht kunnen zien. Dus dat is super spannend en leuk. Dus heel benieuwd of ze dat al kunnen zien. En verder las ik dat nu zeg maar dat je echt voornamelijk nog moet groeien. Dus het, de basis is af. En dat vind ik ook echt wel, wauw, de basis is gewoon af. Dat is toch wel heel, heel leuk. En nu het allemaal, de eerste 12 weken voorbij zijn, kan je natuurlijk langs gaan denken van, en wat nu? Wij moeten sowieso iets hier in huis gaan verbouwen om dit allemaal mogelijk te maken, de komst van de kleine. Ik heb ook wel een beetje nesteldrang, dus ik ga bijvoorbeeld vandaag mijn klerenkast opruimen, mijn kledingkast. En ik heb dan ook nog een aantal van die missies die ik nu ineens wil doen. Maar goed, ik probeer ook gewoon een beetje op mijn kont te gaan zitten. Ben ik niet zo goed in, maar dat moet ik wel even doen. Ja, dus eigenlijk begin ik nu een beetje aan het meer praktische dingen te denken. En ja, ik ben blij dat die eerste maanden gewoon goed zijn verlopen. En ja, goed, ik was misselijk. Nou, dat valt nu heel erg mee. Dat heb ik ook met vlagen, maar echt heel beperkt. Vooral die moeheid, dat komt nog af en toe. Ja, dat hoort er misschien ook gewoon een beetje bij als je ook al een kindje hebt rondlopen. En ik zal natuurlijk nog even mijn buik laten zien. Doe ik even de tafel naar achteren. Hup. Dit is mijn buik in een trui. Dus gewoon al best wel een buik. Ik heb nu toevallig, wat ik haat heb ik nu aan. Dat is een broek met zo'n hoge band. Echt verschrikkelijk, maar ik moest alleen even naar de winkel. En ik dacht, ik ga toch nog eens kijken hoe het gaat. Maar ik vind het verschrikkelijk. Dus ik doe even beneden. Dit is nu mijn buik. Ik heb niet het gevoel dat die ten opzichte van vorige keer echt enorm is gegroeid. Maar ook niet gekrompen. Ja, het is gewoon echt een buik. Ja, ik weet het ook. Kijk, zie je, dit krijg ik dan en dit gaat me enorm irriteren. Oh ja, dat heb ik ook. Dat is ook nieuw. Jeuk aan mijn buik en vooral aan mijn navel. Tot zover even mijn buik. Maar dat is ook iets van de laatste dagen dat ik een beetje jeuk aan mijn buik. Dus ik ben echt goed aan het smeren. Maar vooral ook bij mijn navel. En of dat nou
ik heb daar natuurlijk een navelbreuk zitten van de vorige zwangerschap. Of dat het nou is, of dat het zeg maar de huid is, of dat het is waar ooit mijn navelpiercing heeft gezeten, ik weet niet, maar het jeukt. De rest van de jeuk gaat overigens wel wat beter, dus dat is wel heel prettig. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk voor de 13e week van mijn zwangerschap. Dus al met al alleen maar goed nieuws. En hopelijk kan ik jullie volgende week wel vertellen wat we krijgen. Spannend. Krijgt Niels een broertje of een zusje? We gaan het meemaken. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En nou ja, super leuk als jullie ook jullie ervaringen delen van die eerste of tweede zwangerschap. En ja, let me know. Ik ben heel benieuwd. En nogmaals super bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!